En als ik dan naar het centrum ga, ja, dan zie ik haar ook gewoon lopen. Maar ja, dan negeert ze me gewoon alsof ik gewoon een windvlaag ben. Ja, en in zulke momenten is het gewoon zo onwerkelijk. Je ziet gewoon je moeder, maar ze negeert. Ze loopt gewoon mij gewoon straal voorbij. Ja, dat is gewoon... Dus het went niet? Ja, nee. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Spot On. Stel je voor, je bent 10 jaar en je moeder zegt dat ze geen contact meer met je wil. Nou, dat is precies wat Pamilla is overkomen. En zij komt vandaag vertellen hoe het is om zonder moeder op te groeien en hoe zij er bovenop is gekomen. Pamilla, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je bent nu 27 jaar, maar je moest op jonge leeftijd al best wel vroeg je moeder missen. Klopt. Hoe zag je leven eruit voordat zij dit besluit nam? Ja, het was... stabiel, maar ook weer niet, omdat ja, mijn moeder die spreekt de Nederlandse taal, is zij niet heel erg machtig. Dus ik neigde toch altijd ja, naar mijn vader toe en naar zijn broers en zussen. En ja, merendeels ben ik ook echt daardoor ook door zijn zussen en broers ja, opgevoed. Ja, en helaas met mijn moeder heb ik gewoon geen fijne ja, herinneringen of iets waarvan ik zeg van... ongeacht de situatie die ik mee heb gemaakt, dat ik kan denken, nou, dat is dan de enige dierbare moment met mijn moeder. Dat heb ik alleen met meer met mijn vaders kant. Maar helaas niet met mijn moeder. Heftig. Ja. En op een dag gebeurde er iets heftigs. Kan je daar meer over vertellen? Zeker. Ja, dat was op 9 december 2006, om 10 uur 's ochtends. Dat is gewoon eigenlijk als een tatoeage gegraveerd in mijn hoofd. Ja. Ja, ik wou naar buiten gaan spelen met mijn klasgenootje. En toen zei mijn moeder in het Indonesisch van nee, je gaat niet naar buiten. Ik wil gewoon dat je uit huis gaat. Ik beschouw niet meer als mijn dochter. En zei ook in het Maleis tegen mij dat ik dat ze me niet meer beschouwt als dochter. En dat, dat ik gewoon dood mag gaan. Ja, en nu ben ik zelf ook moeder van 2 jongens. En ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je tegen je kinderen zegt dat je gewoon dood mag vallen. En ja, en die 9 december is gewoon eigenlijk ja, als een tatoeage voor altijd in mijn leven. Dat heeft wel heel veel schade gebracht. Ja, ben je oké? Okay? Ja, dus ja. Wat voor gevoel had je op dat moment? Ja, gevoel, ja, onmacht, verwaarloosd, onbegrip. En voornamelijk ook waarom zo'n situatie mij heeft overkomen. Dat je, ja, je wordt daar ook gewoon erg onzeker van. Dan ga je toch nadenken van ja, waarom je ouders je zo'n situatie mee hebt moeten doen. Ook omdat het zo plotseling kwam. Ja, zeker. Je moeder nam op dat moment... Nou, wel een heftig besluit. Waar denk je dat dat vandaan kwam? Ja, tot op de dag van vandaag heb ik daar zelf ook geen antwoord op gekregen. Ik weet ook niet of zij zelf gezondheidsproblemen had, psychisch. Ja, ik weet het gewoon niet. En als ik het dan van de gemeenschap moet horen, is het gewoon iets... in zichzelf waar zij mee struggelde. Ja, maar wat wil men niet tegen me zeggen? En daarvoor waren mijn ouders ook gescheiden. Dus ja, ik weet ook niet of mijn moeder dan ook met haar emotie of haar frustratie, dat ze het allemaal op mij uiten. Ja. En toen, op dat moment, waar ben je toen heen gegaan? Nou, ik ben toen dat gebeurde, ben ik dus naar mijn opa gegaan. Ik had maar echt een paar kleren en mijn rugzak en mijn skielers. Ja. Toen ben ik naar mijn opa gegaan. Mijn opa was niet thuis. Toen ben ik verder wezen skieleren naar de andere... Ja, mijn tante woont ook in dezelfde wijk waar mijn opa woont, maar het is toch even een stukje. Toen ben ik daar naartoe gegaan naar mijn tante. En heb ik alles aan haar uitgelegd, verteld. Mijn vader was op dat moment ook aan het werk. Dus ja, dat was ook allemaal met spoed en sprong... En toen ben je dus eerst naar je opa gegaan, maar toen naar je tante. Hoe reageerde zij? Ja, die was ook heel erg verdrietig en geschrokken. Ze zei dat ze natuurlijk eerst me geruststellen. Dat we een sabber moeten hebben en doa doen. En zo doen is eigenlijk het balletje gaan rollen, zodat
mijn vader uiteindelijk dan de voogdij over jou kreeg. Over mij zal krijgen, ja. Heftig. Ja. Want je ouders waren op dat moment dus niet meer bij elkaar. Klopt, ja. Ze waren dus al gescheiden, ja. Dus dat is ook wel logisch dat je dan bij je vader zou gaan wonen. Klopt, ja. Ja. Hoe zag het leven er toen uit nadat je bij je moeder bent weggegaan? Ja, toen woonde ik dus bij mijn vader. Met mijn opa en mijn tante. Dus het was eigenlijk een warme familiehuisje waar ik ben opgegroeid. Mijn tantes en mijn oom is heel erg dankbaar. Want hun hebben allemaal mijn liefde gegeven. Ja, als tiener zijnde, zeg maar, kon ik altijd terecht bij mijn tantes. Ja. Die gingen bijvoorbeeld mee met mij naar een winkel om tiener BH aan te schaffen. Gewoon zulke dingen. Ja, dat mis je gewoon eigenlijk natuurlijk. Dat hoor je natuurlijk met je moeder te doen. Maar ja, ik ben gewoon al met al heel dankbaar dat mijn tante die zorg heeft gedragen. Die je ook gewoon verdient. Ja. Goede zorg. Hoe was het voor je vader in deze periode? Ja, heel erg zwaar. En ook gewoon verdrietig ook heel erg voor hem. Want hij had natuurlijk niet voor zich gezien dat zijn gezin zo zou, zou eindigen. Hij gunde mij natuurlijk ook gewoon een normale jeugd, beide ouders, gewoon harmonie. Maar dat neemt niet weg dat het uiteindelijk zo is belopen. Want ik ben hoe dan ook hartstikke dankbaar dat hij het zo heeft gedaan met zijn broers en zussen. Kon je over deze situatie goed praten met je vader of je tante? Hij wil er niet over praten, want het brengt hem heel veel emotie en frustratie. Mm. Dus ik kon altijd bij mijn tantes en mijn ooms er altijd heel goed over praten. Hun gaf me ook advies van hoe ik op sommige vlakken beter kan handelen, maar kan nadenken. En vooral ook gewoon mijn gevoel ook bij hun kunnen uiten. Ja. Ja. En dan zou ik toch even terug willen gaan naar je moeder. Want ja. Heb je daarna nog contact gehad op dat moment met je moeder? Nou, als ik dan naar Ridderkerk ga om mijn vader te bezoeken of mijn ooms of tantes. En als ik dan naar het centrum ga, dan zie ik haar ook gewoon lopen. Maar ja, dan negeert ze me gewoon alsof ik gewoon een windvlaag ben. Ja, en in zulke momenten is het gewoon zo onwerkelijk. Je ziet gewoon je moeder, maar ze negeert. Ze loopt gewoon mij gewoon straal voorbij. Ja, dat is gewoon Dus het went niet? Nee. Nee. Dus bij gelegenheden met suikerfeest, dan ga je dan naar de moskee. Zelfs ook in de moskee, je bent al op een heilige plek. Dan zou je ook denken dat je dan elkaar groet, maar ook niet. Wat heeft het fysieke en mentale impact op jou gehad als kleine Permila? Ja, onzekerheid, veel eczeem overal, op mijn keel, op mijn elleboog. Heel veel piekeren, waardoor ik ook niet goed kon concentreren. Gewoon op de basisschool, maar ook op middelbare school. Je vraagt bevestiging aan iedereen. Want je hebt vanuit huis, daar heb je nooit echt zeg maar die goede zelfvertrouwen meegekregen. Hoe je zichzelf goed kan weren tegen de grote wereld, tegen de maatschappij. Ja, en als volwassen Permila? Ja, het is natuurlijk niet altijd roosgeur en maneschijn. Maar wat men altijd denkt van mij is ze altijd vrolijk, positief. Maar dat wil niet zeggen dat Permila ook natuurlijk een verhaal heeft. Maar ik kies er bewust niet voor om de hele tijd de slachtofferrol te spelen. Want ik wil gewoon het beste maken voor mezelf, maar voor mijn gezin. Voor je kinderen. En, ja. Nee, je hebt nu ook zelf kindjes. Hoe vind je het om nu zelf moeder te zijn? Ja, heel, heel dankbaar. Hetgeen wat ik ook echt maak. Ik geniet er ook van met elke activiteit. We dan doen. Ook al is het naar het bos gaan of naar een museum. Ik geniet er intens van. Want hoe kijk je er nu naar de hele situatie, naar je moeder, nu dat je zelf ook moeder bent? Ja, onwerkelijk dat zoiets is gebeurd. En dat ik als moeder zijnde nooit zoiets kan uiten of kan zeggen tegen mijn kinderen. Ja. Als er nog iets zou zijn wat je aan je moeder zou willen zeggen. Wat zou dat zijn? Ja, ik denk als vraag zou ik zeggen waarom ze mij op die manier
zo heeft behandeld. Waarom? Waarom zeg je tegen mij dat ik dood moet vallen? Dat is voor mij echt een hele belangrijke vraag. Ja. Ja. Dus als ze op een dag voor je deur zou staan, dan zou je wel weer openstaan voor contact? Ja, ik zou dan gewoon zeggen van, je hebt kleinkinderen. En ja, het zou fijn zijn als je met je kleinkinderen ook contact kan maken. Want ja, mijn kinderen die kennen alleen van manskant hun opa en oma. En bij mijn kant kennen ze alleen dan hun opa. En ja, that's it. Kijk, nu zijn ze nog jong. De oudste is 2, de jongste is 1. Dus de oudste beginnen te beseffen. Maar toch, ja, mama heet alleen opa. Ja. Dat. Ja, want ik hoor je ook wel zeggen dat je best wel nog open staat voor contact naar je moeder. Terwijl ja, ik me dus echt niet kan voorstellen dat je moeder heeft je zoiets heftigs aangedaan. Zeker. En je bent nog steeds zo vergevensgezind. Tuurlijk, hoe, ja. Hoe en dat, doe je dat? Ja, dat komt natuurlijk ook vanuit ons geloof. Ja, de moeder is natuurlijk de hoogste rang in het geloof. En natuurlijk, het is heel pijnlijk. Maar ik schuif mijn ego opzij. Ik wil gewoon gewoon zeggen dat ze gewoon oma is. En ik hoef geen antwoord van haar. Wat ze heeft gedaan. Waarom ze het heeft gedaan. Het is goed zo. Ik ben ook verder gegaan in mijn leven. Op een gegeven moment probeer ik het voor mezelf gewoon los te laten. En ja, zo naar het zo te door kijken. Te gaan. Ja. En hoe ben je daar bovenop gekomen? Want ja, ik vind jou wel echt een hele sterke vrouw. Ja, dat heeft te maken met het sporten. Ik merkte toch dat ik mijn frustratie toch niet ergens kwijt kon. Nou, er ging echt een wereld voor me open. Ik vond het echt, vanaf de eerste keer dat ik gewoon mocht stoten. Nou, echt, er kwam zo'n ontlading eruit. Dat ik echt, wow, wat zo'n sport met je doet. Ja, dan als ik gewoon over praat, word ik gewoon heel blij. En ja, ik zie het ook gewoon, echt aan je, ja. Want gewoon, ja, het geeft me gewoon energie. En qua professionele hulp, heb je nog met iemand anders gepraat? Toendertijd niet. Maar nu loop ik nu een jaartje bij de psycholoog. Want ik merk nu, omdat ik nu zelf ook moeder ben, komen die, wat ze dan zeggen, de puzzeltjes of de patronen komen dan weer terug. Ja, dat geeft me dan wel skills om door te gaan. Ja, en misschien ook wel rust. Ja. Dat je dingen ook gewoon kan laten voor wat zeker. Het is misschien. Dat ja, je het nu ja. eindelijk ook uitspreekt, de dingen waar je zo lang mee hebt gezeten. Ja, ja, is ook. Ja, zeker. En wat ik al zeg, ook met mijn geloof, ook gewoon door te bidden, merk ik ook dat gewoon echt heel veel rust ook in mijn hoofd natuurlijk ook dan ook gaat. Maar ook de hulp van de psycholoog, dat je toch met andere met een andere manier van denken ook kan denken. Ooit was een maatschappelijke werker, die zei ooit tegen mij van, was ik toen nog klein, 10, want je moest natuurlijk aan verschillende instanties je verhaal vertellen. Ja. Maar dat zinnetje wat ze zei, dat vergeet ik nooit meer. Ze zei van, joh Pamila, je moet jezelf zien, je bent de piloot, je hebt je hele leven nog voor je. Of je gaat naar links vliegen of naar rechts vliegen. Maar jij houdt je regie in je eigen handen. Dus als jij naar links gaat vliegen, dan vlieg je de positieve kant op. Als je naar rechts gaat vliegen, dan dwaal je af van je pad. En dat heb ik altijd gewoon onthouden, dat zinnetje. En zo probeer ik dan met elke ding wat ik dan moest doen. Of keuzes. Dan dacht ik, oh ja, je kan twee kanten op. En ja, zo nam ik het dan ook mee. Ja. Ik kan me voorstellen dat het anders is geweest, maar ik vind je zo'n dankbaar, een mooi en open persoon. Dank je wel. Terwijl je hebt zoveel shit meegemaakt en ook dingen die gewoon niet terecht zijn. En vooral niet als je zo jong bent. Ja. En van je moeder al helemaal, wat denk ik het meest pijnlijke is. Ja. Echt alleen maar echt heel veel respect. Want ik denk dat er heel veel andere mensen er toch anders in hadden gestaan. Ja, en ik hoop ook gewoon voor de jonge meiden die deze interview leest. Ik was toen natuurlijk 10 jaar oud. Wil ik graag meegeven. Geef de moed niet op, ongeacht dat het heel pijnlijk en verschrikkelijk is. Maar geef de moed niet op. Probeer positief te zijn. En het klinkt makkelijk dan gedaan. Maar dat wil ik wel graag aan die meiden doorgeven van, het is niet leuk. Je wordt er ook zeker onzeker van en je gaat erover piekeren, maar geef de moed niet op. Dat wil ik graag aan die doelgroep doorgeven. Heel inspirerend. Thanks. Ja, jullie ook. Heel erg bedankt. Ah.
Pramila, echt onwijs bedankt voor je openheid. Je bent een onwijs mooi en inspirerend persoon. Ik weet zeker dat er heel veel kijkers iets gaan hebben aan jouw verhaal. En jullie thuis ook heel erg bedankt voor het kijken. En heb jij dan nog een vraag voor Pramila? Laat hem dan achter in de reacties. Tot volgende week. Ja, was leuk. Ja, thanks. Ja, natuurlijk, jullie ook heel erg bedankt. Was wel zenuwachtig, maar... Snap ik, ja. Het ging, je hebt het supergoed gedaan. Het ging lekker vlot. Dus, ja.